mensen allemaal. Sebbe hier. En Etienne. Nou, wij gaan jullie een rondleiding geven op dit geweldige complex in Portugal. We zijn net aangekomen, dus let's go. 4 uur geslapen en we mogen alweer aan het werk. Juist. Maar dat komt wel goed. Dat komt wel goed, want Sebbe is erbij. En hier is onze beste fysio van Nederland. Hier ook. Twee toppers. Dat zijn twee toppers. Die begeleiden ons altijd geweldig. En die, ik werk natuurlijk al 8 jaar met deze gast samen. Af en toe word je wel helemaal gek. Maar, of niet Sebbe, hoe lang jij al? Ondertussen 4 jaar. Twee toppers zijn het. En dan wil ik even vragen aan de mannen. Wat zijn jullie nou aan het uitzetten? Wij zijn prep aan het klaarzetten, jongen. Voor stakjes, zodat we aan de bak kunnen. En de prep voor de training? Ja. Zodat jullie optimaal kunnen presteren tijdens jullie training. Heel belangrijk, mensen. Prep voor de training. Dat je goed warm bent. Sebbe is er heel goed in, moet ik zeggen. Belangrijk. Geen blessures oplopen. Wat doe jij nou altijd voor een prep? Voor een prep? Een beetje de spieren losmaken. Enkeltje, ja, maar mobiliseren van het enkeltje. Ik zie altijd nog iets wat jij doet tijdens de prep. Nou ben ik heel benieuwd. Nou mensen, dan bindt hij een touw vast aan een paal en dan loopt hij zijn enkel te rekken. Ja, losmaken. De functie snap ik niet, maar het lijkt wel of hij zijn enkel helemaal verbrijzelt. Maar het helpt dus, het helpt. Het helpt, ja. Oké. Okay. Nou, kijk, de gym. Mensen, kijk, mooi matjes, rekken, strekken. Koud, daar heb je Robert van Riel weer. Paar fietsen. En we gaan doorlopen, hè? Wat zien we dan? Ja. Kijk eens. Oh, wat zien we daar, Sebbe? Kijk, daar gaat hij. En Sebbe, wie zou hier goed kunnen inpassen van ons team? Dan ga ik voor. Sean Adewoye. Ja. Tegen? Tegen jou. Tegen mij? Ja, ik zie jou wel. Goede keuze. Alleen ik denk wel dat ik het tegen Sean wel lastig ga krijgen. Ja. Als ik zijn benen zie. Maar alles op mentaliteit, jongens. Als je niet kan winnen, moet je slim zijn. Daar is hij zo sterk in. Nou, waar gaan we nou heen? Ja, wij zijn hier ook voor het eerst. Moet ik zeggen. We zijn net geland. Dus we moeten even kijken. Wat is daar, Sebbe? Jongens, pingpongtafel. Dat kunnen de jongens ook doen. Dus dat is allemaal goed geregeld. Nou, kijk eens. Kijk eens wie we hier hebben. Onze grote vriend. Jordi de Nijs. Jullie kennen hem wel. Hij woont ook in Waalwijk. Onze materiaalman. Man achter de schermen, hè? Ja. Hoe staat het ervoor? Prima, we hebben niet te klagen. Dus. Druk dagje gehad? Druk dag, lange dag. Lange dag? Hoe lang heb je geslapen? Ja, niet veel, 2 uurtjes, 3 uurtjes. En meteen weer aan het werk. Kijk mensen, je ziet het. Jullie denken altijd dat wij niet altijd heel veel doen. Maar we zijn er gewoon weer bezig. Onze Jordi ook. Onze beste vriend. Zo is het ook. De kleren liggen alweer netjes klaar op onze plek. In de kamer had ik net al gezien. Jordi? Succes. Bedankt hè. Jordi. Sebbe, kijk eens wat we hier hebben. Ja, weinig woorden aan vuil maken denk ik. Voel eens even. Is het nou, zou het dan warm of koud zijn? Even een tientje. Lauw. Te doen. Ja? Duw me eens erin. Te doen. Als het zonnetje er dadelijk doorkomt dan... Te doen, je bent niet goed man. Niet goed. Het is koud. Het is voor herstel. Nou, het ziet er allemaal wel top uit hoor. Hier al, in Portugal. Hè? Huh? Zeker. Kijk eens. Worden we weer verwend, hè? Mooie strandbedjes.
alles erop en eraan. Zo kunnen we het beste uit onszelf halen. Of niet, Sebbe? Ja. Nou. Sebbe, waar gaan we nou naartoe? Je loopt erbij of je alles kent. Of maar... we naar het veld lopen of naar de slaapkamer. Nee, je vergeet iets. Eetruimte. Ja, we de eetruimte zien. Wil je hem echt zien net? Ja. Ja? De eetruimte. Dat kunnen we de mensen niet laten glippen, natuurlijk. Dan? Hoe je het ook zegt. We moeten natuurlijk alles zien, hè? Kijk. Dat is mooi. Authentiek. Geweldig. Geweldig. Even kijken. Nou, Sebbe. Restaurant. Restaurant. Restaurant RKC Waal. Wat eet je dan allemaal op zo'n dag? Op zo'n dag? Heel veel groentes, koolhydraten, een stukje vlees, kip. Wat is je favoriete gerecht? Mijn favoriete gerecht? Ja? Oeh, ga ik wel voor een pasta bolognese op stage toch? Ja, dat vind ik altijd wel... Is ook een van mijn favoriete gerechten, ja, Sebbe. Is wel een van mijn pasta met wat kaas eroverheen. Moet wel afmaken natuurlijk. Ja. Kijk eens mensen hier, kijk eens. Het zijn allemaal clubs die hier zijn geweest. Hiebenijn, Schotland volgens mij toch? Kijk eens. Even wat verder houden. Zien jullie het niet? Rugby. Rugby komt hier ook. Alles. Alle soorten sporten. Een historie. Ja. Oh, kijk. Dit is ons programma. Dus, oftewel, we zijn 's morgens aangekomen. Rond 11 uur. We hebben onze lunch al gehad. Rusten. Dat kennen wij niet. Dat is niet voor ons. Dus wij moesten een filmpje opnemen. Dus wij mogen meteen door naar het preppen zometeen. En ja, dan gaan we trainen, jongens. Lekker trainen, man. En dan vanavond een lekker avondmaaltje. Late night snack. Ja, oh, dat is in Engels. En om 11 uur slapen. 11 uur is hebben, meteen. Ja, onmiddellijk. Ik denk dat ik om 10 uur al ligt de maffie. Juist. Echte prof hoor. Ik denk om 9 uur. Ik heb mijn rust niet te pakken. Kijk, kijk, dit, waar gaan we nou naartoe, Sebbe? Want. Compa de Aria. Sandpitch. Kids Ground. Nou, daar mag jij naartoe. Kijk, bruggetje over. En dan. Wouden we naar het veld gaan, maar het veld zit op slot. Blijkbaar. Ja. Dus daar kunnen we niet in, maar we kunnen wel wat laten zien natuurlijk. Kijk. Jongens, mooi hè? Aardig veldje. Aardig veldje. Ik denk dat we daarachter gaan trainen. Maar dat ligt er allemaal goed bij. Die mooie velden. Al moet ik zeggen, de gastmeester in Waalwijk is ook goed hoor. No. Oh, hoe heet die ook alweer? Ronald de Nijs? Ronald. En zijn zoon? Trouwens, familie van Jordi de Nijs. Oh, dat gas wat ze daar neerleggen, is toch wel mooi daar in Wolle. Beter dan hier, kan ik wel zeggen. Het is net Manfield rood. Welke? Manfield rood. Wolk rood. Nou, Sebbe, waar gaan we nou naartoe? Even kijken hier bij onze teamgenoten, denk ik. Maar naar welke kamer gaan we? Ja. Waar ligt Kramer? Kramer. We moeten richting 103, denk ik. 103? Volgens mij ligt daar Bellassani. Dat is 105. Oh. Dat is bij mij. Oh, dat is bij jou. Het mooiste is, Sebbe, ik denk dat die gasten allemaal slapen. Ja. Maar dat maakt ons helemaal niks uit. Nee, 105, dat is jouw kamer. Dat is mijn kamer. 103, mannen. Hé, de deur is gewoon open. Kan jij het al herkennen aan de schoenen?
Wie hier liggen? Joey. Joey? Wat is? Hallo mensen! En we hebben geluk! Sebbe! Kijk eens! Wie zijn dit? Er is nog eentje wakker. Dames en heren, hier hebben we... Laat me met rust, ik wil zo goed trainen. Laat hier me. Hebben we Julian Lelyveld. Kijk, die heeft dus rust mensen. En ik en Sebbe hebben geen rust. Maar dat maakt niet uit, want wij lopen al een tijdje mee. Maar dit is onze... ja. Een van de beste rechtsback uit de Eredivisie, Julian Lelyveld. En Patrick Vroeg, die zit op de wc, die moet zijn behoefte doen. Dat vind ik wel jammer, ook een hele goede speler trouwens, van Vitesse gekomen. Wie hebben we hier dan? Dit zijn mijn collega's. En wat vind jij hier nou van? Zo verdient hij zijn geld. Kijk hem eens liggen. Kijk hem eens liggen. Wat vind je? Is toch mooi hè, hoe die slaapt. Hé hey, jongens. Hé, hey, is toch geweldig. Lekker. Sebbe. De Joey. Sebbe. Mooie dag, hè? Sebbe. Even een uurtje zien halen. Sebbe. Ja. Vind jij hier nou van? Ja. Zoals het hoort, hè? Is dit de ETN show? Of ja, de ETN show, ja. Hoe oud is die? Gaat die zo doen? 21 jaar, loopt te rusten. Wat lopen wij dan te doen? Ja, wij lopen weer te werken, hè? Nou, mensen. Dit zijn... Ik loop een tijdje mee. Ja, ik loop al een tijdje mee. Maar dit is Joey Casting en Mark Spenkeling. We gaan ze rustig laten. Die zijn lekker aan het rusten. Wat ben je aan het kijken? Ja. Zoals het hoort, ja. Zeker gelijk. Twee voorbeeldprof, moet ik trouwens zeker wel weten, zeggen. Moet je wel zeggen. En wat ben je aan het kijken? Vikings, leuk. Nou, Mark, is dat niet sterker? Zorg je ook nog even dat je rust pak? Ja, jij ook? Ja, we zijn bijna klaar, toch? Ja. We gaan het zien. Oh, kijk eens. Hier staat een deur open. Ja, dat is... Oh. Oh. Dit is mijn... Hier staat een deurtje open. Dit is mijn kamer. Niemand? Dat denk ik wel. Wie denk je dat zijn? Geen idee. Ik ben benieuwd. Zo, de lucht hierheen. Oh. Luc Wouters en Mika Biret. Je maakt tapje, hè? Yes. This is, ja, lekker. This is Mika Biret. Arsenal player. Dit is Luc Wouters. Luc Wouters kan gewoon in Nederlands. Luke. Maar, you like it here? It's amazing, man. Top. Amazing. Wow. Ja, prima. Prima, oh. Wow. Ik leer een Nederlands, hè. Ja, doet dat goed. Een Nederlands les. Oh. Goed, hè? Je bent lekker aan het rusten. Rusten. En straks trainen. Even juist, jongens. Belangrijk. Nou. Geniet ervan. Ja, dankjewel. En tot straks. Ja, mama. Succes met de rondleiding. Obrigado. Obrigado. Nou, Ed. Nou, vriend. Dit was hem. Ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe dan het duimpje omhoog. Zeker. En de groetjes. Ja. Allee, die. Wij gaan trainen. Hasta mañana. Ciao.